Het Polytechniek College Suriname, PTC, heeft gisteren haar lectoren voor het jaar 2022 benoemd. Met het benoemen van de lectoren versterkt het PTC haar positie op het gebied van onderwijs en kennisontwikkeling in Suriname. De drie nieuwe lectoren zijn René Westra, Gerard Bakker en Anwit Ramlakan. De laatstgenoemde is daarbij de jongste lector in de geschiedenis van de PTC. Ramlakan is lector in ICT, innovatie en technologie. In zijn lectorale reden genaamd Overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkeling van ICT in Suriname, legde hij de nadruk op de implementatie van de vierde industriële revolutie in elk land. Kijken we naar de vierde industriële revolutie, is ICT daarbij geacht als te zijn de katalysator, de transformator voor daadwerkelijk het realiseren van een sustainable inclusive economy. Hetzelfde geldt ook voor Suriname. Dus oil and gas is leuk, but guess what? After 20 years there will be no oil and gas. But ICT will still be there. And we need to invest in our sustainable resources which are onuitputtelijk. Okay, die kun je dus niet opmaken. En dat is dan kennis. En daarbij begint het met ICT. Dus ik zal heel snel door de presentatie heen gaan. We hebben een hele uiteenzetting gedaan. De overige lectoren hebben ook een geweldige document geschreven. Dus je kunt de alle tijd daarin meelezen. Ik denk dat het ook in de barcode zal zijn en op de website van PTC. Westra is lector in integrale veiligheid en gaf in zijn reden aan dat veiligheid de gehele samenleving raakt en een vraagstuk is voor de overheid en het bedrijfsleven. Dit verwoordde hij in zijn reden veiligheid en digitalisering. Bakker is lector veiligheid, voedsel en waren en sprak een reden uit met als titel innovatie in toezicht en handhaving. De lector wil onderzoekers stimuleren te komen met uitdagende resultaten. Ik heb gemerkt dat aandacht voor voedselveiligheid en voedselzekerheid een grote actualiteitswaarde heeft. Vandaar dat ik in deze reden deze twee onderwerpen als eerste bespreek. Het was heugelijk te vernemen dat het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname, NIVS, is opgericht. En ik hoop vanuit dit lectoraat ook met de NIVS nauwe banden aan te kunnen knopen. Ik heb al contact gehad met mevrouw Colley. Zij beloofde mij, zij moest zelf naar Dubai toe, maar zij zei tegen mij, er gaat iemand komen van de NIVS. Is dat zo? Want anders dan is dat wel een teleurstelling voor mij. U bent er. Geweldig, mevrouw. Maar ze daar nog één, hoor. Geweldig. De hoofdlijn innovatie, toezicht en handhaving komt daarna. Daar zal ik ook nog even kort bij stilstaan. Elk lectoraat zal op afzienbare termijn worden voorzien van een kenniskring, waarbij de deskundigheid van de lectoraten wordt vergroot. De lectoraten zijn ook verantwoordelijk voor het jaarlijks aangaan van een onderzoeksproject gericht op een aandachtsgebied. Zo'n project kan enerzijds aansluiten bij het onderwijs en of anderzijds haar gronden vinden in en bijdragen aan de samenleving van Suriname en of CARICOM-regio.